see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night and day. Mooie klanken uit het verleden die vanaf hier de hele wereld over gingen. Maar Paul Elstak weet ons nog altijd te verrassen. Ik ga bij hem op zoek. Paul Elstak groeide op in een muzikale familie en was al vroeg platen aan het mixen die hij kocht van zijn eerste bijbaantjes. Hij werd in één klap wereldberoemd door zijn happy hardcore hits uit 1995 en heeft dit genre overal op de kaart gezet. Na een glansrijke carrière in binnen- en buitenland verzamelt hij zijn verhalen en inzichten en die zijn binnenkort te lezen in zijn autobiografische boek. We kletsen erover bij hem thuis. Hoe heet ze? Sheila. Sheila. Ja, Sheila die komt uit Curaçao. Uit Curaçao? Dat is een douche. We hebben 300 uit Curaçao. Heb je er meegenomen uit Curaçao? Deze heb ik meegenomen. Deze hond heb ik dan even uitgelaten voor Stichting Carve. Doen we dan uitlaatservice als we daar zijn. Die zijn allemaal gewond en die worden dan opgelapt. En degenen die kunnen socialiseren, die kunnen dan geadopteerd worden. Dus zij hebben en meegenomen. Zij heeft je hart gestolen. Ja, ik ging haar uitlaten en ik denk, zo relaxed hond, weet je wel. En dat zie je nu ook, ja. Je hebt niet als hond, waar komt niet veel aan, maar daar hebben we twee andere honden voor. Die slaan bij alles af. Ja. En dan zei je van alles weg. Over Turbo, ja. Daar maakte ik een leuk liedje van. En ja, dat werd dus gewoon beste filmhit song New Kids Turbo Rembrandt Award 2011. Nou, geweldig toch? Toen was ik, en dan ging ik voor het eerst officieel over de rode loper met een Rembrandt Awards, weet je wel. Ja, je zag het alleen maar op tv, in shownieuws en ja? Zo. Ja, had jij daar en nou loop ik zelf daar rond. Ja, in een, hoe was pakkie. Dat? Ja, hoe was het? Een beetje onwennig. Je voelde toch van, ja, weet je wel, ik ben, misschien wat te bescheiden voor. Ik loop er niet zomaar van, kijk mij lopen of zo. Maar ja, dat was, een hele bijzondere avond. Hey Paul, jongen, wordt je turbo er eens in dan? Echt een hele jonge Paul, volgens mij. Hele, ja, dat is... Was dat ik nog, was het nog Holy Noise? Was hoe oud ben jij hier? Ja, 91, 92. Ik was net geboren. Ja, dan was ik 24. Als je nou kijkt naar deze jonge jongen. Ja. En, ik heb daar niks van aan. Nee. Ja. Alleen snorrie. Waar is het snorrie? Je kijkt naar deze jongen, je ziet hem zo lekker, bezig hier. Ja. Wat zou je nu tegen hem zeggen? Wat ik nu tegen hem zou zeggen? Ja. Nou, laat je niet naaien. Kom voor jezelf op en zakelijk gewoon beter regelen. Ja. Dat zijn de wijze lessen die je hem zou als artiest, geven. Hè? En dan ja. Voor de rest zou ik zeggen, ja, als vader zou ik zeggen, ja, spend je veel tijd in je gezin. Hè? En investeer tijd in je kinderen, want die willen je ook aandacht van je. Niet alleen de muziek en de fans. Mooie foto. Uiteindelijk moet je een keer wijzer worden. Hè? Ik heb er wel hulp bij nodig van mijn vrouw. Die helpt me daar heel goed bij. Ja? Ja. Hoe doet ze dat dan? Wat zegt ze dan tegen je? Nee, ja, maar bewust maken van... Hé, jongen. Of mijn meneertje. Zou je daar eens niet... weet je wel. Het gaat niet alleen maar om draaien. Even rustig en, ja. Dus dat is mooi. Ja, ik was heel snel geïnteresseerd in muziek. En waardoor komt dat door? Ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk omdat mijn vader muzikant was. Ik speelde in de 60 jaar in een indo-rockband. En daar leerde hij mijn moeder kennen. Hij toerde door Duitsland. Mijn moeder is Duits. Maar goed, het was heel muzikale familie. Er werd altijd muziek gedraaid. En heel belangrijk voor mij, de soundtrack van Jesus Christ Superstar. Daar was ik helemaal gek op. Dat ken ik helemaal in mijn hoofd. Bijna, ik kan er nog steeds, denk ik, 80% uit mijn hoofd meezingen van... Ja, die hele musical vond ik zo goede muziek. Andrew Lloyd Webber. En daarna, toen ik voor de eerste keer muziek ging maken met die jongens als Holy Noise, toen haalde ik samples uit die plaat. Ah ja. En waarom noemen we ons Holy Noise? Het was voor die tijd teringherrie. Maar ja, uiteindelijk ben ik in de gabber muziek. Maar het was uit die samples uit die film. Dus noem ik Holy Noise. Dus heilige herrie eigenlijk.
Je boek, je bent daar nu lekker mee bezig. Ja. Volgens mij wordt dat echt een inkijkje in een heel eerlijk verhaal over je leven. Ja, dat is zeker wat het gaat worden, een openhartig verhaal. Dus het wordt geen borstklopperij, ik wil de mensen ook gewoon laten zien de downfall. En ook dat ik mij ook heel slecht is gegaan, ook financieel, op privégebied. Maar ik ben er wel weer bovenop gekrabbeld, dus eigenlijk is het wel, moet het mensen ook inspireren. En je vindt het juist belangrijk om ook die keerzijde te laten zien, juist het moment dat je echt eventjes in een wat dieper dal zat, ja. Om juist die weg daar naar boven weer te laten zien, om mensen te inspireren. Ja, en ook hoe je het aan moet zo kunnen pakken. Kijk, ik heb geluk dat ik op een gegeven moment een vrouw tegenkwam. Ik was een tijdje vrijgezel en dan leefde ik op los. Financiële zorgen, dus ik dronk het allemaal weg. Alleen maar stappen, meiden, ja, dat gaf jou een goed gevoel. Dat gaf jou een soort van eigenwaarde, krikte dat omhoog. Maar dat is natuurlijk niet de manier hoe het moet. Heel korte termijn, denk ik. Ja, dat is allemaal eigenlijk verdringen van je zorgen. Ja. En de volgende ochtend met een kater word je wakker. En dan, ja, die zorgen die zijn er nog steeds, weet je wel. Dus dan ga je weer naar het volgende feest toe. Ja, dus dat is eigenlijk wel wat fout ging. Maar goed, ik leerde een vrouw kennen, of meid kennen, daar ben ik heel erg verliefd op. En gelukkig vond zij me ook leuk. En ging vanaf de eerste dag, ja, waren we onafscheidelijk. Maar we hebben ook moeilijke tijden meegemaakt. Want zij zeiden van, hey, weet je wel, ik ben er ook nog. En dat vond ik heel moeilijk. Ik snapte dat eerst niet. Maar uiteindelijk, ja, ga je dat wel beseffen. En nu is die balans gewoon een stuk beter. Jij hebt natuurlijk dat fijne, veilige plekje daar, achter die DJ-hoed, maar kan je zelf ook een beetje hakken? Nee. Nee? Nee. Ik stond altijd aan de draaitafel, dus ja, ik hoef het alleen maar zo te doen. Nee, echt hakken. Ik kom zelf nooit echt op feesten, want voor mij was het nooit zo fijn om dan tussen het publiek te lopen, want dan word je alleen maar aangeklampt en je kan niet anoniem meer. Ja, dat gaat gewoon niet. Ja. Nee, ik houd me lekker een beetje zo... soms probeer ik het, maar dat gaat heel slecht. Ja. Maar dan heb ik een paar drankjes op, maar die heb ik nu niet op. Dus die hoef ik niet te vragen. We gaan het niet proberen. Shit, jammer. Zullen we toch gewoon even een poging wagen? Nou. Ja, zet jij maar aan. Nou, gaan we kijken of we het kunnen. Nou, ik heb niks op, maar...